Breda Nu. Je weet het meteen. Perron 076. Het perron waar je wilt wachten. Studenten hebben een leuke kindermiddag georganiseerd op het Centraal Station van Breda. Kinderen konden er allerlei leuke dingen doen, zoals knutselen, spelletjes spelen, springen op het springkussen en nog veel meer. Ook konden de kinderen leuke prijzen winnen. Nou, vandaag is er een kinderevenement op het station Breda. We hebben met een paar studenten hebben dit evenement georganiseerd. En ja, zoals je ziet zijn er een paar kraampjes achter mij. We hebben een springkussen, we hebben een knutseltafel, spelletjeshoek en we hebben een podium waar straks ook kinderen zullen gaan optreden. Zelf een loterij. Daar zijn leuke prijzen mee te winnen, zoals vrijkaartjes voor het speelpaleis Joepie en voor Monkey Town. We hebben nog een ontbijtje bij Koffielicious. Verder kunnen kinderen dus zelf ook meedoen. Dus ze kunnen zelf, er staat daar verderop een kraampje waar kinderen muffins aan het verkopen zijn en hun eigen speelgoed. Dus het is ook een beetje van, kinderen kunnen een soort van speelgoed ruilen. Dat is leuk voor hun. Ze kunnen hun eigen speelgoed verkopen en ook bij andere kraampjes speelgoed kopen zelf. En hebben jullie al wat dingen verkocht? Ja. Oké. En hoeveel kipcakejes? 9 volgens mij. Ja, onze school die had zeg maar, dat was iets met het station en die wou dat wij kwamen. Ja, dat was een soort van open dag is het. En toen leek wij het leuk om piano te gaan spelen hier. Dus. Ja, het komt allebei heel erg goed. Dus toen dachten we, ja, we gaan het samen met z'n twee spelen. En dan proberen we wat geld in te zamelen voor het goede doel. We hopen dat het misschien in Fruitlijf iets kan blijven. Dat hierna nog meer kinderevenementen op het station worden georganiseerd. Want er is gewoon heel veel ruimte op het station dat eigenlijk niet gebruikt wordt. Dus het zou leuk zijn als het zou worden doorgezet en dat er vaker kinderevenementen op het station komen. Want hier in de Belkom bijvoorbeeld wonen heel veel kleine kinderen. En er zitten basisscholen en zo en die vinden het allemaal superleuk dat er zo'n evenement plaatsvindt. Breda Nu. Je weet het meteen.